Beste kijkers van Subprojects, welkom bij een video. Ja, we gaan dus een uitlegvideo geven waarom ik niet actief ben geweest, waarom het kanaal zo dood is, etcetera, etcetera. Om me niet te vervelen gaan we gewoon een lekker potje Clash Royale doen. En dan ondertussen dat we het lekker gaan spelen, kijken of we het kunnen winnen, gaan wij even lekker babbelen. Even snel alles ophalen. Ja, nieuwe update. Ga ik later nog iets over vertellen. We zitten Midisa NL. Dat is gewoon een king, een kleinetje van mij. Zit allemaal vrienden in. Join ook even de Discord in de beschrijving. Ja, dan zou ik later lekker beginnen. Ja, waarom ik zo lang niet geüpload heb. Daar zitten heel veel redenen achter. Eén, ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Twee, het ging gewoon niet zo lekker. Ook met school. En daarbij had ik wat probleempjes op privégebied. En daarbij heb ik heel veel mensen op mijn kanaal gelaten, waar ik achteraf een beetje spijt van heb gehad. Niet aan die mensen persoonlijk, maar daardoor kon ik niet doen wat ik zelf leuk vond. En mijn pc is daar ook niet goed voor. Ik zit het gewoon op mijn laptop, neem ik op. Dus mag ook gewoon iedereen weten, is geen geheim. Dus vandaar dat ik ook niet echt volle bak content kan maken. Maar dit probleem is opgelost. Er gaan streams komen, Royale, Call of Duty Mobile, noem het maar op. Iedereen mag meedoen of course, laat maar weten. En ja, enjoy deze video zou ik zeggen. Ja, verder, door die corona heb ik iets meer tijd gekregen om dingen voor te bereiden en op te nemen. Dus dat is van de ene kant wel chill, van de andere kant zit ik ook in het examenjaar, dus kan het af en toe ook gewoon weer iets minder worden. Maar ik hoop dat we het kanaal weer terug naar zijn oude glorie kunnen brengen, want dat was echt gewoon ziek. Heel veel weergave, heel veel views. Mijn andere naam genoeg Brian, die doet toch wel mee aan het kanaal, die is ook nieuw. Maar die kan heel goed bouwen, er gaan ook bouwseries komen. Hij zou misschien ook wel live gaan. En daarbij heb ik ook een eigen Minecraft server gestart. Nee, dat is niet te groot worden, willen we natuurlijk wel, maar het is vooral voor de hobby gedaan, om iets te doen. En het is gewoon, iedereen mag lekker komen spelen en doen wat hij wil. Er komt ook nog een uitlegvideo over. En nog wel meer, denk ik. Ja, dus vooral dat. Het liep al niet zo lekker. Nou gaat het wel lekker goed. Kan weer gewoon lekker mijn ding doen. Voel me lekker. Zit goed in mijn vel. School gaat lekker. Doe ook autorijlessen. Is ook wel heel leuk. En ja, ik ben niet zo'n prater. Dus ja. Maar wil jullie een keer gezellig meedoen als we een join zeker Discord, contact mij en dan gaan we lekker samen opnemen. Altijd gezellig. Ja, dus ja, dat. Zoals jullie zien gaat het niet heel lekker. Trouwens, dit potje is niet echt mijn ding. Deze boy die weet wel van verdedigen. Dat is wel ietsje minder. Maar hij speelt ook heel vies hoor. Ja, nee, die... Ja, dus dat. Maar ja, ik ga even proberen te streamen natuurlijk. Er zullen ook heel veel andere games komen. En ook veel beloftes ben ik niet nagekomen. Daarom ook sorry richting jullie. Net zoals de Skyblock serie en zo. Ja, mijn pc kan het gewoon niet aan. Ben ik achtergekomen. Dus ja, helaas hebben we deze trouwens verloren. Shit, maar dat maakt niet uit. Dus ja, dat is best wel shit. Maar ja, daar kunnen we helemaal niks aan doen. Ik ga gewoon proberen het beste aan te maken. YouTube kan ik ook gewoon niet fulltime doen. En ik heb ook geen goede pc, dus ik zal doen wat ik kan uploaden. Maar wat niet gaat, het gaat niet. Of course ben ik altijd wel bereikbaar op Discord. Ook op Insta kan je me natuurlijk contacten. En overal. We hebben ook een Insta van Sub. Daar gaat ook allemaal updates komen hoe het verder gaat. Dus ik zou zeggen, volg die zeker eventjes. Wordt gewaardeerd. Dus ja. Nou gaan we even kijken of we een kistje kunnen pakken. Het is een niet al te lange video. Het was gewoon puur om bij te kletsen. Dus er gaan even bouwvideo's komen van Minecraft. Er livestreams komen, series komen. Maar niet in Minecraft gaat nou komen. Call of Duty en ook heel veel mobile games. Puur omdat ik dat ook gewoon kan recorden voor jullie. Ja, en dat vind ik eigenlijk op zich wel chill. Dus ik hoop dat jullie er gewoon vol supporten. En gewoon lekker subben naar de oude glorie brengen. Veel subs. Veel weergave, lekker actief in de chat. Discord is daarom ook al helemaal ingericht voor jullie. Dus
Dat moet zeker goed komen. Graag op weer actief te uploaden. Er komen hele vette video's aan, dat heb ik al vaker gezegd. Ja, en lekker chill livestreams en zo, dat hoort er gewoon bij. Dus ja. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Nou, als we deze even winnen, dan is dat een mooi einde van de video. Aangezien ik alles verloren heb. Maar boeien, het gaat om de uitleg. Ik hoop dat je het allemaal begrijpt. En we gewoon nice door kunnen. Ook gewoon shout-out naar het hele subteam die hiervoor knallen en ook volle bak hebben gesteund continu. Ook met mijn vrienden allemaal natuurlijk. Dus ja, we gaan kijken wat dat we het best voor kunnen maken. En misschien kunnen we wel, zijn we wel 221 2k subs. Dat zou echt ziek zijn. Echt insane. We gaan nu gewoon voor. Hebben jullie ook games of iets leuks wat ik kan doen? Of een quiz of iets? Laat het me weten. En ja. Ik hoop dat we er het best van kunnen maken, wat ik al heel veel heb gezegd. Maar dit was in ieder geval mijn video. Dit potje ga ik ook niet winnen. Ik hoop jullie toch een beetje snappen wat deze video is. Ik neem het vroeg op, ik ben een beetje moe. Maar ik moet deze video maken, want ja, het is wel zo netjes. Nou, jullie zijn een beetje op de hoogte van hoe het allemaal zit. En ja, vanaf deze week / volgende week, weet niet wanneer die online staat, dan gaan jullie het allemaal wel zien wat er allemaal gaat komen. Dus ik hoop dat de support hoog is, doe zeker even een like, abonneer zeker even en druk even op dat notification belletje. En dan zou ik zeggen, laters.